Ik heb begrip voor de uh, boeren in die zin dat er gewoon heel veel onduidelijkheid is. En die onduidelijkheid is de afgelopen week niet uh, afgenomen. Uh, misschien zelfs wel toegenomen. Uh -huh. uh, vandaag gaan ze uh, de weg op, steunen de actie. Nou, het is niet aan mij om een actie uh, te steunen. Nogmaals, ik snap dat boeren heel veel vragen en onduidelijkheid uh, hebben. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we vooral met de boeren in gesprek gaan. Uh, en dat wil ik ook graag, dat wil de VVD heel graag. Dat is ook de reden uh, waarom wij vanavond bijvoorbeeld naar uh, Groningen gaan. Om daar met de Groningers en de uh, Drentse boeren in gesprek te gaan. Over nou, de onduidelijkheid die er is, maar ook de vragen die er leven. Mm -hmm. ja, in Friesland hebben ze inmiddels gezegd, de latente ruimte gaan wij als provincie niet uh, inpikken. Uh, Steunt u die uh... Nou, ik heb de gedeputeerde inderdaad horen zeggen dat hij de beleidsregel voor nu heeft uh, ingetrokken. Dat wil niet zeggen uh, dat er uh, verder niets uh, gedaan wordt. Integendeel, want we moeten wel met elkaar uh, de stikstofproblematiek oplossen. Uh, maar ik denk uh, ja, wat ik uh, de gedeputeerde heb horen zeggen, wij gaan nu met u in gesprek, dat dat heel erg belangrijk is, want je wil met elkaar zorgen voor draagvlak.